Waarom is iedereen tegenwoordig autistisch? We hebben dat wel eens gelezen, toch? Ziektewinst? Ja. Je bent zoveel meer dan dat. Nee, je bent gewoon een leuk persoon. En ja, maar... er zijn ook dat soort dingen aan de hand. Ja, waar we vroeger misschien zeiden... Uh, Henk is de gek van het dorp. Is blijkt het nu een autist te zijn. <laughs> ja, dat is wel zo, toch? Schat. Ja. Vraagje. Ja. Waarom is iedereen tegenwoordig autistisch? Ja, we een hele provocerende titel nodig hadden voor deze video. Oké. Okay. Maar daar ben ik het totaal niet mee eens natuurlijk. Nee? Nee. Hoezo niet? Nou, ik kan niet ontkennen dat er een groeiende, een stijgende lijn is in de aantal autisme-diagnosen die uitgedeeld worden. Is het fijn. En uitgedeeld bedoel ik niet makkelijk, maar. Ja. Want alles, het gaat alles behalve makkelijk bij veel uh, mensen. Nou ja, er wordt wel steeds meer aandacht aan besteed, denk ik. Maar ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom er steeds meer autisten lijkt te komen. Mm -hmm. Ik vind een van de hoofdredenen, denk ik, dat de wereld steeds lastiger wordt. Okay. Steeds meer onzekerheden, steeds meer keuzes, steeds meer. Um, prikkels. verantwoordelijkheden, prikkels, drukte, vooral alles veel meer mm -hmm. en kennis. Ja. Dus er komt steeds meer kennis over autisme en hoe het zich in verschillende vormen kan uh, tonen. Die twee eigenlijk vooral voornamelijk, ja. Ja. Maar denk je dus dat mensen er dat dat er dus al genoeg mensen waren die misschien met de diagnose ook vroeger rondliepen, maar dan nooit ja. de diagnose hebben gekregen? Er wordt steeds meer mensen, vooral een generatie boven ons en ouder dan ons. Uh, zeggen van ja ik ben ook wel een beetje autistisch of uh, iedereen heeft tegenwoordig wel wat ja maar zijn dat nou per se de ouderen ik hoor het ook wel veel mensen van onze leeftijd zeggen hoor. ja is dat zo ja ja ik hoor het alleen oudere mensen zeggen dus vandaar ook wel online lees ik veel mensen dat iedereen tegenwoordig bijzonder wil zijn oh ja. Ik kan alleen maar vanuit mezelf spreken mm. ik wilde juist alles behalve bijzonder zijn mm. ik wilde gewoon niet opvallen en ertussen uh, het is niet maar, echt gelukt uh, uiteindelijk nu. Nee, het is niet gelukt omdat het een onmogelijke taak is. Nee, maar, niet, nee, maar ook, dus ergens dus nu, tussen, nu ben je aan het uh, Praisen toch? Oh. <laughs> ja, maar uiteindelijk ga je je verschillen, ga je aparte dingetjes ga je vieren. Hè, en dan ga je er open over zijn. En ja? Ja, dan word je gewoon zelfzekerder en dan durf je daar meer over te praten. Maar nee, vroeger, um, vroeger, al. Toen ik een jaar of... Um, wat zou het geweest zijn? 16 denk ik. Ja. Toen kwam ik wel in de aanraking met mensen met autisme. Waren nog voornamelijk jongens. Ook wel meiden. Maar ik overtuigde mezelf wel echt dat, het, dat ik daar geen gelijkenissen mee had. Nee? Nee. Want? Wat zag Want, je? Wat je dacht van... Nou, dat, dat ja, ik, ik schrok gewoon heel erg van... van kijk, ik, voor, even voor de beeldvorming. Ik zat op een therapiegroep. Oké. Okay. Ik was uitgevallen op school, depressed... Uh, al Het hele pakket. Het hele ja, ja, hele ja. pakket. En ze hadden een therapiegroep en ze hadden verschillende groepen daar in hetzelfde gebouw zitten en je kwam elkaar ook tegen. En er was dus één autistengroep. Die heette ook de autisten? Ja, dat stond heel groot op de deur: de autistengroep. Oké, okay, goed. Cool. Nee, ik heb geen <laughs> idee hoe ze ze noemden. <laughs> Oké. Okay. Ja, maar ik schrok nogal van, en dat waren allemaal jongetjes van 14, 15, 16. En met ook meiden. Dus? zaten ook, ze hadden volgens mij twee meiden bij. Oké. Okay. Eh. Uh, maar ik schrok nogal van hoe daar gevochten werd. Ja, je, dacht dus je, je dacht dus als je een autist zou zijn, dat je dan en gaat vechten? En gescholden. En, en nou, het was altijd bal. En als je een beetje van sensatie houdt, dan, nou, daar was ik wel dol op ja, die tijd. Ja, dan uh, moest je vooral uh, dicht bij die groep blijven. Uh -huh. Want we gingen dus ook met elkaar naar school. En iedereen dan, deed dan een beetje zijn eigen niveau en had zijn eigen boeken. Um, maar ja, als je, als je een beetje sensatie wilde... moest je gewoon af en toe langs die klas lopen. En dan zag je er wel een stoel weer door de, door de klas oh, heen gaan. Ja. Ik heb ook op zo'n school gezeten, maar dan niet... Uh, er was geen artiestengroep of zo. Maar ik <laughs> dan zat wel zaten een... ze gewoon uh, in de skies is nou, of niet? Af, achteraf gezien nu... vallen wel wat puzzelstukjes op zijn plek. Bij sommigen ja. die daar zaten. Nou, Dat heb ik dus heel erg van mijn eigen therapiegroep. Als ik nu dus terugdenk... Uh, aan de mensen die op die groep zaten denk ik van, hmm, jij en jij. Het zou kunnen. Jij. Je mag ze nooit uh, diagnostiseren, nee, maar het zou kunnen. Maar, ja, ja, nou, die ook, die ene die uh, die witte puntjes in die kaas zo erg vond dat ze getraumatiseerd was die dag. Was dat zo intens? Ja. Witte puntjes in kaas? Ja, oude kaas had ze nog nooit gezien. Van die, van die, oh, je bedoelt die die zout, die zout. Als je zout. Ja, dat is zout. Ja, nou die was getraumatiseerd. Die was naar huis gegaan. Die had gezegd: er zitten witte puntjes in de kaas. En dat, die had geen. <laughs> <laughs> Oké. Okay, ja. En dan kwam dan op een ouderavond kwam dat dan naar boven en dan ging mijn moeder dat weer tegen mij vertellen van ja, er was er één gestrest vanwege de witte puntjes in de kaas. Maar dat was dan gewoon iemand met een angststoornis of. Ah, of okay, wat. Ja. 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 En na de hand denk je wel van. Maar dat is ja. een school die dus wel uh, daarmee te maken had. Dus dan zou je zeggen dat ze dat wel eerder kunnen spotten, toch? Nou ja, ik denk ook wel dat in, uh, in sommige gevallen het wel... Er zaten ook meides in die, uh, op die groep. Uh, maar in ieder geval het beeld dat ik ervan had... Ik had mezelf er nooit tussen geplaatst. Okay. Ik denk misschien had ik er wel tussen gepast, maar niet tussen die vechtende jongens. Ik had geen gek geworden. Misschien wel tussen de meisjes, ja. Okay. Maar dat, dat, dat beeld werd zo uh, overschaduwd door uh, wat er zich daar afspeelde, dat ik dacht: uh, never nooit dat ik daar uh, terecht kom. Nee. Maar um, in ieder geval wilde ik alles behalve de diagnose autisme hebben. Ja, dus de, 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 daar komt het eigenlijk op neer. Ik denk dat oprecht dat de meeste mensen die mentaal iets hebben, niet. Uh, uh ermee te koop willen lopen, maar juist nee. uh, uh, misschien een diagnose... of uh, er handvaten voor willen krijgen om het, om het aan te kunnen... en niet om bijzonder te willen zijn. Want ik denk dat dat ja. je, een beetje een misconceptie uh, is... Van, de, uh, van mensen met mentale problemen. Ja. Dat ze, kijk, natuurlijk zijn er mensen die er te koop mee lopen... maar vaak zijn dat de mensen die er niet zo heel erg veel... Aan willen doen ook. We hebben dat wel eens gelezen toch, ziektewinst? Ja. Dus die, die best wel wat, wat eruit halen voor zichzelf. En dan ja. ook niet het idee hebben van ik wil daar iets aan doen. Maar dat is maar zo'n procent van al de gevallen die er is uiteindelijk. Ja, dus die er uiteindelijk niks mee willen doen en daar, daar hun business omheen bouwen of zo? Nou, of? niet per se business, maar meer gewoon aandacht. de aandacht. Oh ja, op die manier. Ik, ja. ik, ik wilde zelf ook aandacht. Ja, ik durf wat toe te geven. Ik wil ook aandacht. Ja, Wie ja. elke tiener wilde geen aandacht. Ja. En vooral als je zo lang. Uh, ik ben heel lang een soort van onzichtbare door de school heen gegaan. En op een gegeven moment vond ik het wel fijn dat eindelijk eens een naar me gekeken werd. En dat mm. met me gepraat werd en interesse getoond werd. Um, dus ja, ik heb dat als een hele prettige tijd ervaren. Ik weet dat er. Uh, ik heb dus nog steeds een vriendin uh, van die tijd overgehouden. En die vond het helemaal niet leuk daar zo. Nee. Dus ik weet dat al de ervaringen anders zijn. Maar um, uh, ja, wat betreft die diagnose, ik, ik vond het juist heel fijn dat ik toen kreeg te horen angststoornis mm. en depressie. Want dan dacht ik: Oké, okay, over, nou wat zou het zijn, een jaar of twee? Is het weg? Ben ik er vanaf? Ja, want kan het is ik is een, een leven Depressie en een angststoornis. Ja, ja. werd tegen mij ook zo gecommuniceerd. Nou, gaan we hard aan de slag? Gaan we je angsten, je, je gaat je angsten aan? En dan kan je weer terug naar de maatschappij. Dan kun je weer school afmaken. Ja, want in basis wil de meeste mensen willen gewoon inblenden, toch? Die willen gewoon het leven leiden. Ja. Zoals wat ik, waar we het twee weken geleden over hebben gehad. Iedereen wil hetzelfde, wil gewoon een ja. leuk leven aanleiden, ja. toch? En die wil niet met uh, moeite en nee. dat soort dingen het leven aangaan. Nee, natuurlijk ja. niet. Wie kiest er nou vrijwillig voor om, uh, om allemaal diagnoses uh, te ja ik vind, een ik vind dat ook oprecht een kortzichtig, uh, een kortzichtig ja. beeld om, om dat te stellen. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel eens heb gedacht, hoor. Dat ik dacht van ja, moet ik wel de hele tijd uh, over mijn angsten en zo praten? Want uh, ja, uiteindelijk uh, sta je ook bekend als een soort van die angsthaas. Of, uiteindelijk, of uh, in jouw geval misschien als autist. Ja, um, maar moet, is dat erg dat we daar als... Uh, ik vind het niet zo per se erg dat ik daar als bekend... Uh... Nee, ja, kijk, het is meer dat je je, je er het komt het maar... de dooddoenende de, ja? de, de zin je bent zoveel meer dan dat oh Uitein, alsjeblieft uiteindelijk nee, maar uiteindelijk is dat <laughs> natuurlijk wel ergens zo nee je bent gewoon een leuk persoon en ja, maar, er zijn ook dat soort dingen aan de hand ja precies maar dus je bent ook meer dan dat alleen weet je wel en dat is wel ik zeg niet dat dat ik vind die zin nou verschrikkelijk en ik vind ook iedereen die dat zegt uh, mag voor mij gewoon het land uitgezet worden. Zou jij wat zinnen opnoemen die jij verschrikkelijk vindt om te horen en ik wat zinnen opnoemen? Met angst. Ja. Nou, iedereen heeft wel. Ja, iedereen is wel eens angstig. Ja. Dat vind ik een vervelende. Voor mij ook. Iedereen heeft wel iets van autisme. Um, Jol, weet je, gewoon doen, gewoon er doorheen gaan. Angst <laughs> moet je gewoon doorheen gaan. En op zich, daar ben ik trouwens ook wel ergens deels mee eens, maar niet alles. Ja. Niet, je kan het niet bij altijd alles zeggen. Volgende. Wat ik ook best wel lastig vind... is als mensen zeggen van... ja, je moet niet overal label aan willen geven. Oh ja. Ja, ik, ik ben dus altijd wel opgevoed... met uh, de niet-label-maatschappij. Uh, ja, ja. Want ik heb het idee... en pa, correct me if I'm wrong... <laughs> dat oh nee, mijn ja. de telefoon rinkelt ja. al. <laughs> nee, maar dat... Um, ik weet, ja, ik weet niet of mijn moeder nou... Tegen, volgens mij was het wel een beetje tegen labels. Wat ja, ik me kan herinneren. En ik vind het heeft. Ik, ik kan me ook echt goed vinden in mensen die dat, dat vinden. Van mm. uh, je moet niet overal een label opplakken, want je bent wie je bent. Ja. Maar ik denk als jij constant in het leven tegen dezelfde problemen aanloopt, dat juist een label, ik vind ook het woord label, uh, laten we daar vooral niet zoiets zwaars van maken. Mm. Dat, dat kan in veel gevallen kan dat ook gewoon enorm helpen. Ja, ik heb dus nooit de label uh, angststoornis gekregen vroeger. Mm -hmm. uh, ik zeg trouwens vroeger, omdat die officieel er nu wel op zit. Zo. Ja, is gesteld. Dan, uh, mijn, ja, het was oh. niet zo moeilijk hoor. Want die kon ik zelf ook aan mezelf geven. Maar goed, dat moest... Uh, dat mag de, helaas niet. Denk. moest voor de verzekering. Ja. Maar ik heb dat vroeger nooit gekregen. Omdat we eigenlijk dat nooit hebben laten onderzoeken. Op zich niet heel moeilijk. Want ik las dingen erover. En ik denk, oké, okay, dit heb ik. Mm -hmm. um, ja, ik zit toch... Ik, 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 ik denk dat ik toch onbewust in de... In de dingen van mijn ouders ook mee ben gegaan. Dat ik daar niet echt uh, naar op zoek ging of zo. Aan de andere kant weet nee. ik het ook niet of het me veel meer had geholpen. Nou, als ik mij daar mijn persoonlijke mening daarop... Uh... Gooi je mening erop. <laughs> mijn maak, maak maar ultra-persoonlijke, nee, uh, totaal niks met jou te maken mening. Ja. Ik probeer het even zichtig te brengen. Ja, want je weet het hè, mijn vader had het wel Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, dat kan je nooit. Nee. Maar ik denk eerlijk gezegd wel dat je daarom heel lang in je leven gedacht hebt dat het uit het niks kwam. Uit ja, het niks dat, kwam. Is wel waar. dat is wel waar. Dat je dacht van, ik loop gewoon op straat en opeens bam, angstig, paniek. Ja, ja. En, en nu jij iets meer um, weet ook bijvoorbeeld van hoe het bij mij werkt, ben mm -hmm. je misschien ook wat meer gaan nadenken hoe het bij jou zou kunnen werken. Klopt. Dus misschien in dat opzicht, als ik het beter had laten onderzoeken, misschien had ik daar dan eerder bij gekomen. Nou, of hulp. Überhaupt. Ja, ik heb wel hulp gehad, maar een ander soort hulp. Ja. ja. Maar een ander soort hulp. Maar ik bedoel dan echt praten, gesprekken, de ja, komen waar ja. dingen vandaan ja, ja. komen. Heb ja. je dat wel gehad? Ja, ja. En dat is nooit tegen je gezegd waar bepaalde angsten vandaan zouden kunnen komen. Nou ja, het wordt altijd, nou ja, kijk, waar angsten vandaan kunnen komen, wordt altijd natuurlijk gegraven naar je verleden. Trauma's hè? is altijd, uh, mijn moeder is... Nou kijk, ik heb natuurlijk wel de jackpot daarin ja, geraakt. Ja, dat is wel geraakt. waar. Ja. Maar ja, ik had het daarvoor al. Het is niet alsof toen mijn moeder overleed... dat ik daardoor angstiger ben geworden. Nee, ja, mensen mens zou ook angstiger kunnen worden van ervaringen. Maar ja, dat is waar. Maar, maar als, als, als je daarvoor al extreem, bent... Hoor. Ik ja. had het daarvoor al extreem. Nou, bij mij is natuurlijk altijd net zoals waar mijn documentaire mee begint... die uh, angstaanval op het podium. Dat is misschien wel deels een trauma. Om ook te zeggen dat ik daar nu niet, niet zoveel last van, me, van heb. Want ik, op zich... Over twee maanden staan we in het theater. Ik denk dat ik wel zenuwachtig ben, dus het maar. Over ik denk twee dat wel maanden, hartelijk. joh. Ja, tijd gaat snel. Even ja, when you're having fun high five. Oké. Okay. <laughs> we gaan er niks over zeggen. Uh, <laughs> dat normaal. Wat? wat? Niks. Oh. Um, nee, maar ik denk dat dat, dat dat wel een trauma is geweest. Maar het is, het is altijd wel op trauma natuurlijk gegooid. Ja, ik heb wat ook anders, wel ja. dat soort klassieke therapie gehad. Mm -hmm. Dat heel gegraven werd. Mm -hmm. Uh, nou, ook ervaringen uit, uit mijn jeugd. En dan dacht ik, ja, maar nee, ik denk daar gewoon echt nooit meer over na. Zo dat, dat, ja, het ja, kan, het kan natuurlijk als Onbewust zijn. Ja. kan natuurlijk onbewust zijn. Maar ik ging daar altijd weg. Ik dacht, van, oh, moet ik moet nog meer om druk over te maken. <laughs> nog meer gezeik. Uh, ja, want mijn, uh, mijn, bijvoorbeeld mijn sociale angsten en sociale moeilijkheden die kwamen echt voort vanuit het autisme. Ja. Dus dan, ja, dan, heb ik, dan Natuurlijk is het ergens fijn om een soort traumaverwerking te hebben. als er dingen zijn waar je mee tegenaan loopt. Uh, maar ik denk dat veel dingen ook. Uh, op een, uh, ja, niet per se alleen maar uit, uh, uit nare ervaringen komen. Veel dingen kunnen ook gewoon. Um, nou ja, bij je horen inderdaad, of uit autisme komen. Ja, er is, is natuurlijk wel wat voor te zeggen dat je als, als kind gevormd wordt door de omgeving waar je in opgroeit en door mm -hmm. dingen die er gebeuren. Dus ja. in dit opzicht is het niet raar dat daar natuurlijk ook naar gezocht wordt. Nee. Want dat is er ook wel. Er zijn natuurlijk ook dingen waardoor jij misschien extra ja. last hebt van bepaald soort dingen. Dat is niet alleen maar het autisme, dat kan ik nee. me niet voorstellen. Nee, precies. Ja, ik zou het wel vertellen Tom als ik dan uh, uh, af en toe wat stukjes uit mijn verleden vertel aan jou of aan Sofie. Dat jullie er me dan zo aan zitten te kijken van moet je niet eens een keer trauma hebben? Nou, dat zeg ik nooit, <laughs> maar het, het, ik denk wel dat er meer zit. Ja. En dat ik dan, uh, ja, nee, ik zou nog wel eens een keer... Uh, dat, nou, ik weet eigenlijk niet of ik dat nog wel eens een keer zou willen. Hoezo? Allemaal, je, bent, je bent pas 31. Ik uh, vind het zelf dan allemaal wel meevallen en de maar je bent dan ook geen elektronica. Dat kan pas je echt pas 31? Doen. Ja, maar pas 31, dan kan je juist nog dingen nee, overwerkt ja. zijn. Ja, maar je wilt toch nooit dingen oprakelen die je eigenlijk gewoon ver weg had gestopt, denk ik. Ja, dat is waar. Toch? Ja, dat is waar. Maar ik heb nu een boek, ik heb een boek van mijn pa aangeraden gekregen, dat je lichaam onthoudt, wat je het boek heet, wat je lichaam onthoudt. Wat maar je, je geest vergeet. vergeet of of wegstopt of zo. Ja, wegstopt zoiets. Ja, ik ben wel benieuwd daarnaar. Ja, ik was ook wel benieuwd daarnaar. En dat gaat er dus inderdaad, wat hij zei tegen me, wat erover gaat. Is dat je lichaam wel meer onthoudt. Als dat je geest misschien soms onthoudt. En wat je dus inderdaad kan wegstoppen. Ja. En ik denk dat ik ook wel dingen heb weggestopt. Al moet ik wel zeggen, ja, omdat ik al heel mijn leven. Zoveel nadenken over dingen en altijd ben door blijven malen en zo mm -hmm. dingen, heb ik het idee dat ik het niet doe, maar ik kan me voorstellen dat dat alsnog wel gedaan heb. Ja, zo'n gevoel heb ik ook dat ik het niet wegstop. Want ja. ik praat er wel vrij vaak over met jou, toch? Ja, maar laat je het ook echt binnenkomen, dat is natuurlijk de vraag. Ja, ik denk dat je, dat je lichaam echt ook een zelfbescherming heeft hoor. In veel gevallen. Ja. Ik kan dingen ook wel binnen laten komen, maar ik kan er ook bewust voor kiezen om het even niet binnen te laten komen. Maar die diagnoses, hè? Want. De, 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 voor de wereld lijkt het dus alsof het meer is. Ja, dus uh, er lijken steeds meer mensen met autisme te komen. Je wordt steeds meer om de oren, gegooid met uitspraken, zoals van uh, jeetje, iedereen wil teg tegenwoordig bijzonder zijn. En het is wel echt een trend, hè, dat autisme. Ja. Maar ik denk, kijk eens even om je heen. Kijk eens hoe in hoeverre de wereld is veranderd in de afgelopen 30 jaar. Ja. Ja, we, sinds wij op de aardbodem zijn eigenlijk. Ja, waar we vroeger misschien zeiden, uh, Henk is de gek van het dorp, is blijkt het nu een autist te zijn. <laughs> ja, dat is wel zo, toch? Ja, maar de, vroeger, heel veel lang geleden noemden ja. ze mensen gewoon een gek in het dorp. Oh, dat is ja. die rare, weet je wel. oh dat is die vreemde. Ja. En tegenwoordig labelen label, ze label, die misschien. Nou, ik zeg niet ja, dat dat allemaal autist ja. moet, moet zijn geweest, maar nee. het kan wel zijn. Dat Hoogstwaarschijnlijk wel. <laughs> Waarom is dat dan zo? Nou, ik, uh, heb, uh, ik kwam ooit bij een lezing over autisme. En dat was van een vader. En die kwam daarna de diagnose van zijn dochter achter dat het bij hem misschien ook wel zo zou kunnen zijn. En ik denk dat dat in heel veel gevallen gebeurt. Maar bleek die man ook te gek van het dorp te zijn? Geweest, nee, hij was best wel uh, ja, gewoon onopvallend. Onopvallend, denk ik, ja. In the skies. Ja. Nee, maar ik denk echt oprecht dat er gewoon vroeger heel veel gevallen waren van mensen die waar dan niks bij onderzocht werd en die werden gewoon weggezegd als gek. Nou, of Toen... was een rare of een vreemde vogel, of een Toen die zat op zichzelf is. Toevallig ik. de podcast te luisteren ja. van uh, een bizarre podcast van ja. Hendrik van uh, mm -hmm. Moordkast. Ja. En die had die had een podcast over een vrouw en ik weet even niet hoe ze heet, maar die, die dat was in 18 zoveel. Mm -hmm. Die ging naar een asylum toe. Ja. Om te kijken wat gebeurde er nou eigenlijk. In New York was dus een asylum waar uh, mensen heen gingen. Zij wilde daar ook heen, maar ze was niet gek. Dus toen deed ze alsof ze gek was en toen werd ze nou, uiteindelijk ja, daar naartoe gestuurd. Veel vrouwen werden dus toe, daar weggestuurd. Uh, als, als de, of de man uh, dacht: pfff, uh, wegwezen. Daar dan betaalden ze zelfs wow. uh, uh, een dokter om iemand gek weg te zetten. Maar die vrouw die ging daarheen, dat was een, onder, onder, een journaliste van een krant... om te onderzoeken wat gebeurt er eigenlijk en welke soort mensen zitten yeah. daar eigenlijk. Dus hij kwam daar en ze kwam er ook achter dat heel veel mensen die daar... of heel veel vrouwen die daar zaten, want het was een vrouwenasylum... Uh, daar zaten en uh, uh, eigenlijk helemaal niet gek waren. Nee. Of ze hadden een taalbarrière, dat ze gewoon uit het buitenland kwamen. Dus oh. mensen begrepen het niet en toen hadden ze maar weggestuurd. Um, wat was het nou nog meer? Volgens mij was het ook zo: uh, gewoon mensen die gewoon even niet lekker in hun vel zaten, uh, burn-out-klachten mm -hmm. of dus overspanningheids-klachten ja, werden ook gelijk weggestuurd. Ja. Dus, dus als je dat kijkt, dat is 18-zoveel natuurlijk, dus mm -hmm. dat is een heel anders. Hoe dat dan weer veranderd is misschien met honderd uh, jaar later en met nu. Mm -hmm. Toen dachten we dat, dat, me, dat die mensen gek waren. Op een gegeven ja. moment heb je dan uh, misschien in de jaren 65, 70, dat je in, de, in, in, in een dorp bijvoorbeeld uh, een vent had die altijd bijvoorbeeld uh, hard schilderde door de door de door, de, door het ja, ja, die ken ik wel. Ja. ja, dat hadden wij ook. Ja. We hadden ook zo. Dan werd altijd gezegd, oh, dat is een Malleopie. Ja. Snap je ja, het de ja, maar snap, inderdaad. Maar snap je wat ik ja. bedoel? Dat was de dorpsgek. Terwijl ja. uiteindelijk, diegene heeft gewoon wel echt een probleem. Ja. Alleen, dat wordt niet gezien. Dat wordt niet geconcentreerd. Er wordt niet met die man misschien gepraat. Was dat is echt malle Jopie. Nee, Verzin zeg maar je eens, dat nu gewoon? Dat verzin ik. Maar nee, we hadden wel hadden <laughs> een paar man, mannen die... Uh, ja, dat weet ik niet. Gewoon rare ja. vogels ja. die ertussen ja. zitten. En ik die hebben het. natuurlijk mentaal gewoon een probleem. Mm -hmm. Alleen, ja, hoe, hoe dat dan niet ge, 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 uh, wordt ge... Uh, gevangen, ja, mm -hmm. gevangen. Hoe moet ik dat zeggen? Opgevallen, Ja, wow. ja. Het, waarom niet opvalt? Waarom? Ja, het valt wel op, maar niemand doet er wat aan. Nou, ik denk dat het in in zulke gevallen ook gewoon veel te laat is. Ja, maar je kan er altijd nog. Of het ooit te laat is, weet ik niet, maar. Maar het is wel interessant natuurlijk. Het is de afgelopen zoveel jaar zo erg veranderd. Mm -hmm. En ik denk dat de afgelopen, nou ik denk de afgelopen dertig jaar, inderdaad, sinds dat wij leven, er nog een grotere, snellere ja. verandering is gekomen. Ja. En misschien is het nu wel weer zo dat we zo snel veranderen dat we weer te veel mensen diagnoseren. Want dat kan ook. Nou, hè? kijk, ik ben wel in een tijd, uh, viel ik uit op school, ik was 16. In een tijd dat er veel uh, en snel hulp was. Toen wel, ja. Dat was echt... Nou, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Ik kon best wel snel. Ik heb denk ik nog geen twee maanden thuis gezeten. En uh, ik kon al naar een soort van therapiegroep waar ik dan ook overdag gewoon mijn tijd spendeerde. Dus ja. ik werd best wel adequaat, snel geholpen, ja. getest en ik had gelijk gesprekken. En de tegenwoordige tijd is natuurlijk gewoon echt dramatisch. Ja, ja dat... Dat hoor ik ook. Maar ik ben ook binnen twee maanden bij een psycholoog. Ja, maar dat is natuurlijk. Dat zijn de, uh, de praktijken die ten eerste niet gespecialiseerd zijn in autisme. Nee, oké. Okay. Dus ja, je bedoelt met autisme. Heb ja, ik als, ik, als we het puur het... over autisme ja, hebben. Okay. Kijk, en, en ik had ook geen gespecialiseerde hulp trouwens in autisme. Maar als ik dat had gewild in die tijd, had dat wel gekomen. Had het wel makkelijker. Gekund, ja, ja, dan had ik waarschijnlijk misschien een maand op een wachtlijst gestaan. In plaats van minimaal een half jaar nu. Maar de mensen die dus bijvoorbeeld zeggen van. Iedereen wil tegenwoordig een label, iedereen wil ja. tegenwoordig. De GGZ is overstroomd. Ja. Dat is heeft een reden. En ja. ik zeg niet dat het allemaal autisten zijn. Nee, maar, niet, maar ik zeg ik niet dat het, na per na se alle mensen zijn, want er zijn natuurlijk ook omdat het dat minder gaat. Ge... Dat er meer personeel misschien ook ja. is. Ja, dat zou goed kunnen, maar ik denk ook wel dat er meer vraag gewoon naar is. Er is ook gewoon veel meer vraag naar. Mensen lopen tegen dingen aan en weten nu gewoon ja. Vroeger was het raar als je natuurlijk naar de psycholoog ging. Dan, mm -hmm. dan pra praat je daar niet over en, en dan hield je dat voor jezelf. Tegenwoordig yeah. zijn mensen daar wat open over. En denk, denken misschien nu ook mensen die ja, toch al tegen dingen aan beginnen te lopen. Denken van, nou, misschien toch wel eens een keer naar een psycholoog. En dan is het natuurlijk wel een perfect storm dat aan de ene kant misschien minder mensen psycholoog worden. Aan de andere kant meer mensen denken van, ja, misschien heb ik toch wel een psycholoog nodig. Mm -hmm. en, en dat is waarom het waarschijnlijk nu ook al aan het overstromen is. En dat heeft niet per se alleen maar te maken met uh, dat iedereen. Iedereen tegenwoordig iets heeft. Dat nee. hebt, iedereen heeft al iets gehad. Maar het is vroeger je, ook, alleen uh, ja. toen waren we daar nog niet zo open over. En uh, wist men ook misschien niet zo snel waar heen te gaan. Nou. En in de ogen van de anderen. Want dat moet je ook nog eens bekijken. Vroeger was het natuurlijk ook zo dat uh, in, een, uh, in een dorp en zo... werd je ook raak aangekeken als je naar de psycholoog ging. Ja, ik schaamde me er ook voor. Maar wat ik nu al drie keer probeer te zeggen ja, tussendoor... Sorry. Het was wel lastig. Ja, maar ik moest even met het verhaal afmaken. <laughs> het is juist heel goed dat mensen tegenwoordig heel snel aan de bel trekken. Ja. Want dan kan het nog echt gewoon dan kan het nog relatief tussen aanhalingstekens makkelijker opgelost worden. Ja, dat is waar. En met de oplossingen bedoel ik de juiste hulp, uh, jezelf leren kennen, weten waar je tegenaan loopt. Ja. Hele mikmak. Uh, maar door de huidige wachtlijsten loopt het gewoon heel erg op. Want ja. dan uh, krijg je een uh, maatschappij waarin uh, we mensen hebben met veel serieuzere problemen straks. Ja, dat klopt. Wat ik wel, overigens als ik het er dan weer niet over heb, dan denk ik wel. Ik geloof er ook wel deels in dat een mens heel erg goed is om, om te praten. Uh -huh. Maar ook een deel eigen regie te nemen. Daarin. Wat bedoel je precies? Nou, het is goed om te praten en goed uh -huh. om, om, om dingen te onderzoeken. Yeah. Maar er is ook, uh, je mag ook bij jezelf bedenken dat als je eenmaal daarmee bezig bent. Dat je ook zelf aan de slag daarmee kan gaan. Nou, je moet een beetje vertrouwen krijgen in jezelf. Ja. En dat je zelf ook, nou eigenlijk zelf het grootste aandeel hebt in je eigen, het oplossen van je eigen ja, want, moeilijkheden. Want een psycholoog en zo kan helpen, maar die kan niet alles voor jou doen. Nee, uh, nou ja, ik, wil, ik wilde eigenlijk niet zeggen oplossen, maar meer verminderen van je eigen moeilijkheden. Mm -hmm. Want het is niet realistisch om te denken dat je het helemaal zou kunnen oplossen. In het geval van autisme of in het geval van alles? In, dat is lastig, natuurlijk. Ja, dat, ik, vind, ik ben moeilijk, ik ben geen uh, hulpverlener. Nee. Maar ik zou zeggen met autisme, denk ik dat je heel veel dingen een heel stuk kunt verminderen. Maar ik denk dat bepaalde moeilijkheden en uitdagingen wel echt het hele leven blijven. Ligt er niet een heel open groot gedeelte bij acceptatie bij zoiets? Ja, denk het wel. Ik heb het zelf ook nog steeds best wel moeilijk mee, accepteren dat ik bijvoorbeeld bepaalde periodes gewoon heel erg vermoeid ben. Mm. Uh, want ja. Een of andere manier vermoeidheid is zo'n zo'n ding waar toch heel veel mensen altijd wat over te zeggen hebben. Ja. Dat je dat het dat soort soort van in mijn hoofd zit van het kan gewoon niet, het kan niet, je dat kan je vermoeid niet vermoeid ben. zijn. Oké. Okay. Ja, omdat het dan toch redelijk vaak ook gezegd wordt van ja, iedereen is wel eens moe en moe zijn is een mindset en bla bla bla. En ja. Ook al je kunt soms. jezelf ook meer moe maken door constant te benoemen hoe verschrikkelijk moe je bent. Ja. Dat is echt zo. Dus je moet ook wel een positieve benadering hebben. Ja. Maar er is ook een stuk acceptatie dat je nou eenmaal uh, sneller Vermoeden. vermoeid raakt ja. van bepaalde nou, sociale bezigheden, werken. Ik denk dat dat een puntje acceptatie is. Mm -hmm. Maar niet een, een, een punt om te zeggen: uh, ik kan niks, ik ben uh, verschrikkelijk moe altijd. Want dan is het echt. Continu in een loop. Dan is continu. Dat heb ik als tiener gedaan. Ik denk, ik ga nooit wat kunnen. Nou, dat is uh, niet aan te raden. Nee. Het werkt juist averechts. Het werkt averechts. Want uh, kijk maar eens naar de mensen om je heen. Iedereen heeft het uiteindelijk uh, toch kunnen redden. Ja. En als je verhalen hoort van je ouders en van familieleden. Het zijn allemaal mensen die moeilijkheden gehad hebben, die alsnog het allemaal overwonnen hebben. Of ze ja. doorheen gegaan zijn. Maar dan, dan, dan ben ik nog wel op het laatste stukje even van dit hele waar we ja. het over hebben. Wat je zegt, ouders en uh, opa's en oma's hebben het ook allemaal gered. Mm -hmm. Het was een andere tijd. Ja, maar is het dan zo dat we er soms toch... Kijk, nu ga ik toch iets zeggen wat misschien een beetje gek is. Waar we het nu over hebben gehad. Dat we toch soms te veel erover hebben en te veel mee bezig zijn in het algemeen? Ik denk dat, uh, dat de wereld hoe het nu is... Um, is het dan de dat schuld? het een beetje een reactie daarop is. Dus het is de schuld van de wereld hè, hoe we het nu gecreëerd hebben? Met ik denk dat we wel al meer zicht hebben op dat het misschien een beetje te zwaar is hoe we het uh, gewild hebben. Dus eigenlijk wat je dan zegt is: er zou een hele grote maatschappelijke shift moeten komen daarin. Ja, Maar ik heb wel het gevoel dat er al iets bezig is: dat ja? steeds meer part-timers komen, oh ja. mensen niet meer alleen maar voor de en tuurlijk. We hebben allemaal geld nodig en niemand kan meer een huis kopen of huren. Dus het is ook allemaal lastig. Ja. Maar volgens mij is er wel een shift bezig dat mensen wel gaan beseffen dat je niet eeuwig kan doorrennen. Uh, niet eeuwig kan blijven rennen en uh, dat je op een gegeven moment tegen de lampen alle, gaat lopen. Alle feestjes af moet, alle ja. dingen moet beleven en alles moet bereiken. Alles moet kunnen. Dat je na je werk nog met vrienden moet kunnen afspreken. Uh, in het weekend nog je hele huis moet schoonmaken. Uh, Ik denk dat er een, dat een bepaalde. Shift gaande is, waarin mensen beseffen dat het allemaal veel is. Keuzes en dat je maken. prioriteiten en keuzes moet gaan stellen. Ja, ja er wordt ook wel eens tegen mij gezegd. Ja, je doet zoveel en zo. En, en dat is ook, in de, ook wel een lange tijd zo geweest dat ik te veel deed. Mm. De laatste tijd probeer ik daar wel meer keuzes in te maken. Dus ja. de laatste tijd ben, neem ik heel veel rust. Het is wel zo. Ja. Veel meer dan daarvoor. Ja. Vind ik nog steeds wel een beetje lastig. Maar het is wel een shift die. Uiteindelijk weer ergens moet uitkomen dat ik denk dat er een goede balans in zit. Nou moet ik wel zeggen, met alles wat er nu gaande is, dat wel een beetje lastig vindt. Nou, uh, het leven blijft uh, onvoorspelbaar. Hè? Ja. Er, er, kun, er kan zomaar weer iets op je pad komen waar, waar je helemaal weer ontregeld bent. Er zijn wel wat dingen waardoor we allebei denk ik, nu op de onderdeel Ja, het, is, het zit allemaal eventjes niet helemaal mee. Maar we hebben ook weer genoeg dingen om die wel op mee te zitten. focussen. Ja. Uh, die wel weer goed gaan. Maar ja, dat is waar. Mijn moeder zei vroeger altijd, elk huisje heeft zijn kruisje. Is denk maar niet dat een ander het beter heeft. Uh, want uh, ja, niet iedereen legt zomaar al zijn problemen even op tafel. Nee, en daarom ook alles wat je ziet in, in mijn video's en zo... Uh, daarachter, ook al zie je, heb je het idee dat je veel ziet. Er spelen altijd dingen waar we niks over zeggen. En iedereen heeft zijn dingen, zijn ups en downs. Net zoals uh, als wij naar een uh, stad gaan, oh, ja. dat we niet laten zien. Dat ja. hebben we al vaker benoemd, dat jij uh, de helft van de tijd ook op bed uh, nee, ligt. Maar ik, dat, ik snap ook dat het lastig is om dat te beseffen, voor, voor mensen, dat als jij uh, vlogs, video's kijkt van mensen van andere mensen, uh, en je hebt het idee van Hè? Maar ik ben ook autistisch en ik kan dat allemaal niet. Maar je hebt eigenlijk geen flauw idee wat daaromheen zich afspeelt. Wat, wat er na zo'n weekend gebeurt. Of wat er nou ja, tijdens bij ons zijn gekomen. Meestal uh, ook als we dat hebben gedaan, die dagen daarna ben ik helemaal gaar. Ja. En uh, daarvoor dacht ik daar nooit over na. Dacht ik altijd van ja, goed, ja, een beetje uh, hard geweest. Maar ja, ik weet ook gewoon van mezelf dat ik het zwaar vind. Omdat ik heel de hele tijd bezig ben met. Filmen. Het is niet leuk op vakantie gaan even. Het is de hele tijd ben ik gewoon aan het werk. Mm -hmm. uh, ik produceer alles zelf, dus van tevoren alles opgezocht en dit wil ik doen en ik maak alle shots zelf en dat is een hoop gedoe. Mm -hmm. Het is leuk, want ik vind het hartstikke leuk dat ik dat voor mijn werk kan doen, maar het is ook het is werk iets, gewoon wel. Ja, het is ook deels, ja, het is ook gewoon deels ja. werk. Ja. ja. Ja, maar ik denk dat het vooral belangrijk is, want uh, als je om je heen kijkt, zie je wel eens dat je denkt, oh, had ik dat maar of was het bij Heb mij maar ik ook soms zo. Wel, ja. Of uh, die leidt het wel echt veel makkelijker te hebben. Of oh, was het maar zo, want dan had ik veel meer dit en dat gekund. Ik denk echt, bij iedereen speelt er wel wat. Ja, letterlijk. Hè? Iedereen heeft wel, of, of het is bij diegene zelf, of het is uh, uh, in de familie, of wat dan ook. Er is altijd wel iets um, waar je eigenlijk, je moet eigenlijk niet op zo'n manier... Je mag, je mag wel op zo'n manier kijken van, ah, had ik het maar. Mm. Um, maar besef wel dat er overal wel wat speelt. Dat niet... Er een perfect leven bestaat, nee. uh, waar alles goed gaat en uh, waar, waar iemand zich altijd 100% goed voelt. Precies. Nou. We hebben week, deze week geen snackje van de week. Want we hebben weinig gegeten vanwege mijn uh, kiezen. Ja, en daarbij <laughs> uh, wil ik, als je hier toch bent gebleven, dan ben je wel een diehard. Uh, zeggen dat we volgende week woensdag een nieuwe drop hebben. Yes. En Guilaine, de shirt. Oh, sorry, ik hou niet mijn borsten vast. Kleine ja? <laughs> shirt die komt uh, sowieso uit. En een klein tipje van de sluier. Hier hebben we ook weer een nieuwe van laten maken, maar dan net een ander soort shirt. Staat allemaal op de website uitgelegd volgende week om vijf uur. Ben, der, ben daarbij zou ik zeggen. Ben daarbij. Ben daarbij. <laughs> ja, en dan uh, gaan wij uh, afsluiten denk ik. Yes. Tot volgende week. Volgende week.